Het is echt te lang geleden. Hoi, mijn naam is Simon en tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb al heel lang een droom, iets wat ik heel graag wil doen. En als je mijn kanaal al iets langer volgt, dan kan het heel goed zijn dat je dat al weet. Wat ik namelijk altijd al gewild heb, is een reisje naar Amerika maken. En een paar weken geleden is die droom uitgekomen. Samen met mijn moeder ben ik aan het einde van mijn tentamenperiode naar New York gegaan om gewoon alles te bekijken, toerist te zijn en helemaal Amerikaantje te spelen. En het was super gaaf. Eerst wilde ik een hele vlog maken, maar ik had zoveel gefilmd en zo rare dingen door elkaar. En ik had geen idee hoe ik daar ooit iets leuks van moest maken en wat jullie nog leuk zouden vinden. Dus ik dacht, weet je wat, ik doe gewoon de hoogtepunten, de dingen die ik het vetst vond. En daar maak ik dan één mooi filmpje van. En dat is dit geworden. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Waar is de begintune? Dit is de video van Simon die voor een weekend naar New York ging met zijn moeder, dus laten we maar beginnen. Als eerste gingen we naar Times Square. Times Square is een van de grootste, bekendste en drukste kruispunten van New York. Je kent het vast wel. Je hebt vast wel eens een film of serie gezien met zo'n heel groot plein met allemaal van die reclameborden en McDonald's en Dunkin' Donuts en M&M Store en allemaal lekkere dingen waar je kan eten. Dat is Times Square. Er staat in een of andere reclamebord waar je als je geluk hebt op kan komen en dan moet je iemand anders zoenen en mijn moeder staat erbij. Desperate mom. Oh man. Times Square? Check. Het tweede punt, bustours. We waren maar 3 dagen in New York en we wilden zoveel mogelijk zien, dus op de een of andere manier moesten we daarvoor zorgen. En dan heb je bustours. Je gaat gewoon in de bus zitten, die bus rijdt 2 uur lang rondjes door New York en dan heb je alle mooie punten gezien. Dus we zijn naar downtown geweest, uptown en Brooklyn. Dat komt van Breukelen, want wij Nederlanders waren eigenlijk als eerste in New York. Maar het is geen geschiedenisles, dus laten we gaan kijken. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it, New York, New York. Momenteel zitten we in de bus op een tour richting Brooklyn. En dit uitzicht is echt insane. Our longing to stray right through the... Bustours! Rockefeller. Een van de vetste dingen vind ik aan New York is de skyline. Al die grote gebouwen en vette dingen. En die wilden we dus heel graag zien. Dus we hadden uitgezocht dat we naar een hoog gebouw moesten. Rockefeller ding. En dat gebouw is 259 meter hoog. En als je daar dus op staat, zie je de hele stad. Je kan over Central Park heen kijken. Al die flats en... Kijk zelf maar. Dit is echt niet normaal. We staan op de top van de rock en check het uitzicht. Dit was wel echt een hoogtepuntje. Rockefeller, check. Central Park. Central Park is een heel groot park midden in de stad. Dat is aangelegd. 20 keer het Vondelpark of zo, weet ik veel. En wij waren daar op zondagochtend, het was lekker weer. De zon die scheen, de lucht was blauw. Alle mensen van New York waren daar aan het chillen, een beetje aan het sporten. En de sfeer was hartstikke vet. Kijk maar. En we lopen richting Central Park. Genietend van ons kopje koffie. In de zon. In de zon. Het is wel super koud. Ik heb nu ook 2 truien aan. Dat zie je verder niet, maar... Hey, is dat al Central Park? Ja, dat is al Central Park. We lopen hier dus in Central Park en het is echt super mooi. Alles is helemaal in herfstkleur en zo. En we hebben, denken we, de weg gevonden, maar nu komen we voor de keuze. Dit ga je mijn pad omhoog of gewoon rechtdoor. En natuurlijk gaan we omhoog op avontuur. Dit prachtige stukje natuur ligt gewoon midden in een van de grootste steden ter wereld. Ons avontuur was van korte duur. We zijn weer uitgekomen op de normale weg. Het was echt 20 meter door de bosjes en toen waren we hier weer. Maar we denken nu wel dat we de weg weer teruggevonden hebben. Dus dat is goed. Toch? Ja. Central Park. Check.
boottocht. New York is van alle kanten mooi om te bewonderen, dus ook vanaf het water. En wij wilden graag het vrijheidsbeeld zien. Dus we hadden een boottocht om Manhattan heen genomen. En die vaarden zo langs het vrijheidsbeeld, dus die hebben we ook nog even gezien. En het was ook heel koud. MoMA, de Museum of Modern Arts. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom we hier naartoe gingen. Ik denk zodat we gezegd kunnen hebben van, we zijn bij MoMA geweest. Want van kunst hou ik nou niet echt. En mijn moeder weet ik eigenlijk niet. Het is een museum voor moderne kunst, dus het is nogal eens wat apart af en toe. Maar het was wel leuk, voor een uurtje. MoMA! Check. En dan een van de dingen die in mijn ogen onlosmakelijk met Amerika verbonden is, eten. Even een side note. Ik ben een ervaren klant van de McDonald's in Nederland. En op de een of andere manier kennen jullie me altijd bij de McDonald's. Maar de burgers en patat in Nederland is gewoon chill. In Amerika niet. Het broodje was klef en de patat was klef. En het enige voordeel was dat je je drinken mocht hervullen. Oneindig. En je mag je gratis bijvullen. Dat is echt super vet. McDonald's Nederland, dat is nog een tip voor jullie. Eten, check. En ik heb trouwens nog iets leuks meegenomen. Ik heb een winkeltje gevonden waar je smackies in alle smaken kon vinden. Als je niet weet wat dat zijn, schaam je en ga Harry Potter in een hoekje lezen. Ze komen uit Harry Potter namelijk. Het is geloof ik net zoiets als Bean Boozled. Of misschien is het wel Bean Boozled. Ik weet niet. Ik had er in New York in genomen. Was geen succes. Studeert hij niet in New York tegenwoordig? Oké. Had je nou de kots? Nee, maar deze was echt heel vies. Ik had mijn moeder er een gegeven. Was ook geen succes. Ik krijg alleen maar vies. Deze is nog viezer dan die van daarnet. Oh! Wat was dit? En ik dacht, ach, weet je wel, leuk. Ik neem er nu nog eentje, dus ik heb hier echt geen zin in. Dit is echt... Dit is een van de allereerste keer dat ik een lekkere heb. Dit was eigenlijk niet de bedoeling en we moesten eigenlijk vies worden. Dat zou grappig zijn. Dus we doen er gewoon nog één. Weer een lekkere. Wat is dit? Ik wou eigenlijk een vieze eten zodat jullie konden lachen. Dus ik probeer er nog één en anders ben ik zelf heel gelukkig geweest. De laatste. Booger. Ik heb geen idee wat dat betekent, maar het is super ranzig. Ik haat dit spel. Samengevat, New York was een ontzettend gave beleving. Samen met mijn mama heb ik echt een geweldig weekend gehad. En ik wil het sowieso nog een keertje overdoen. Ik zou zeker in New York willen wonen, maar niet voor altijd. Want het is altijd druk en altijd veel. En het is ook heel chill om gewoon even uit de stad te zijn. In ieder geval, wat boeit dit allemaal? Een droom van mij is uitgekomen. Ik ben naar Amerika geweest. Mijn dromen zijn op. Wat moet ik nu met mijn leven? Als je deze video leuk vond, dan een duimpje omhoog. Als je nog verder wil kijken, kan dat hier. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, dan kun je dat ook even doen op de knop hieronder. Want ik maak elke zondag een video. En dan was dat het voor deze week. Ik zie jullie volgende keer weer. Doei!